Hallo sappigelingertjes van Justice Packer, met dus welkom bij de gloednieuwe gevecht voor de UPL tegen Saman van MVV Trico. Laten we beginnen met deze hele mooie fight. Dit is het team waar we mee gaan vechten tegen dit team. En het wordt een spannend gevecht, heb ik al gezien. Volgens mij heeft hij precies hetzelfde team als de vorige keer. Wat zal ik dan eens mee... Waar zal ik dan maar eens mee beginnen? Crobat? Dat was geen goede zet. Waarom? Heatwave. Wat? Begint het nou al? Hij zal wel... kan geen levitate hebben. Wacht. Hij gaat toch switchen. Dus doe dan maar Stealth Rock. Oké, ja, ik had het oprecht niet verwacht. Ik vind het... Het is nou alweer over. Het is nou alweer over. Op deze manier... Oh, is hij ook nog eens geburnt. Heel fijn. Oh, doet gewoon niks, zeg maar. Gewoon zero. Superpower. Wordt het weer zo'n gevecht, want... Oké. Nice. Oké. Veel damage en hij zal veel sneller zijn dan ik. Ja, ik denk wel. Ja. Wat een bullshit is dit, echt. Ook niet ik wou net zeggen, ook niet gepoisoned zeker. Dan heeft hij ook nog eens Aqua Jet. Waarom gaan alle battles tegen hem zo slecht? Oh, dat heeft geen zin. Oh, nee. Oh, ik heb het weer verneukt. Godverdomme. Dit is weer zo bullshit. Dat de Heatwave zo weinig deed, dat slaat echt nergens op. Sissel was in één keer dood, maar Magnezone is niet in één keer dood. Ik refereer even naar een andere battle.
Oké, nou, dat was de battle. Bedankt voor het kijken van deze battle. Dit was een bullshit battle, want Heat heeft er veel te weinig, minder dan wat het wordt. Bedankt voor het kijken. Adios, adios.